Op het Faberplein was het afgelopen zondagmiddag te doen. Het Kiwanis Spinning Event 2018. Na eerdere edities aan de Spiegelwaal en in de Sint-Stevenskerk werd het Nijmeegs Spinning Event dit jaar georganiseerd in de openlucht. Wel met een mooie overkapping natuurlijk boven de spinners in verband met de regen. Tijdens het Spinning Event werd er geld opgehaald voor het goede doel, het Leontienhuis. De stichting heeft als doel te vechten tegen eetstoornissen. Door het ondersteunen van projecten die zich inzetten voor jonge mensen met hun eetstoornis en hun naasten. De Leontien Foundation is dus geen hulpverleningsinstantie, maar een stichting die geld inzamelt. En met dat geld projecten op het gebied van eetstoornissen ondersteunt. Onder leiding van spinninginstructeurs Wim, Martijn, Pamela en Hans werd het evenement in goede banen geleid.